Welkom YouTube bij deze guide voor een kasteel. Dit zijn de bouwers. We hebben Jeroen, Fijke en Bas. Bas gaat aan de rechter toren beginnen. Fijke aan het pad de jungle in. En Jeroen begint aan de linker toren. En ik zelf ga de muur er tussenin bouwen. Oké, laten we beginnen. We hebben stone bricks, hè? Ja. Oké. Hoe hoog wordt de gate? Ik denk iets lager dan de poort zelf, of dan de torens. De torens worden 12. 12, dus ik denk dat je op 8 moet gaan zitten. 1, 2... Zodat er een mooie kantele kan komen. Dat waren er 6. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Maken we nog zijkantjes in de ramen? Die drie? Ik denk dat we dat later. Ja, okay. Fijk is weer niks aan het doen. Hij verandert bij ons niks. Nee, en beter verander je ook niks. Ga dan wel lekker bouwen. Even kijken. Ja, maak dat pad net. En Jeroen, op die 12e maken we een horizontaal platformtje. Ja. Ja, we gebruiken andere stonebreaks, zie ik nu. Nee, wacht. Was u anders maar eentje eronder? Ja, op die 11e dacht ik al. Ja. Dat was best wel hoog. En daar dan weer die kantelen op. Ja. Ik moet zo even kijken. Ik heb niet alles 12 hoog. Oké, daar ben ik nog mee bezig. Fijke aan de andere kant. Hier, die jungle moet je in. Ik vind het grasland namelijk niet echt bepaald van jungle, Fijke. Nee. Welk materiaal? Steen ook. Ja, maar... of misschien wel iets van een stoep. Neem maar bricks. Gewoon bricks. Dat is wel mooi. Ja, het moet wel iets anders dan wat wij hebben. Sandstone. Sandstone. Kijk, hoe ziet sandstone eruit? Ja, dat is wel goed. Ja, sandstone. Oké, Jeroen, wat dacht je van deze? Ja. Dat waren onze design dingen. Mm-hmm. Nee, onze, die hadden we toen gezien online. Er zijn drie soorten sandstone. Ja, dat is de goede. Het pad mag 1, 2, 3, 5 breed. 5 breed? Ja, ik vind dat als je de jungle gaat, dat die langzamerhand kleiner mag worden. Ja, drie, maar de poort inderdaad 5 breed. Even kijken, daar heb jij die punten omhoog staan. Bij mij klopt die helemaal. Ik ben nog de laatste puntjes op de i aan het zetten. Ja, oh, kijk, dat is mooi wat hij doet. Prima. Wat maken we voor ramen? Met iron bars, denk ik. Ja. Iron bars. Even kijken hoe dat staat. Oh ja, dat ziet er wel mooi uit. Wat voor hoogte zie jij het? Ja, ik zit even kijken wat mooi is. Ja, twee ertussen vind ik wel wat hebben, ja. Ik heb er nu geen twee tussen, hoor. Ja, vanaf de onderkant twee ertussen, bedoel ik. Oh, ja. Ja, maar je moet er ook weer niet te veel maken.
Nee, dat is waar. Dat, ik vind dit wel mooi eigenlijk. Zo. Anders is die toren... Twee van onder en twee van boven. Ja, dat heb ik gezien, ja. Nee, hebben we niet. Nou, dit is alvast een mooie... Zullen we ook een trappetje erin maken? En dan omhoog of naar beneden? Dat is goed. De achterkant moet natuurlijk wel open zijn. Ik zou de grond nog even hier bedekken met steen. Ja, ging ik ook net doen. En dan wel zorgen dat we een symmetrische trap hebben. Ja, inderdaad. Ja, het is symmetrisch. Wacht, als jij hem nou aan de als je binnenkomt in je toren. Ja. Aan jouw linkerkant. Link. Ja, de buitenste. En dan doe ik hem aan mijn rechterkant. Uh-huh. En wat voor trap maken we? Goeie vraag. Doortjes, waar zijn de doortjes? Ah, hier. Ook even zorgen dat die een beetje gelijk eruit kan. Ik kan gewoon serieus het blok niet vinden. Ik heb een idee, Bas Pols. Ja, kom kijken. Dan moet ik even alle bedoelingen verder pakken. Niet van steen? Nee, van hout. Oké. Okay. Natuurlijk lukt het. Pad is wel goed, toch? Ja, maar wel een stuk verder, maar dat is mooi zo. Ja, maar in ieder geval hoe het eruit ziet. Het is wel een gevaarlijk trappetje. Ja, dat is waar. Wacht, we gaan iets anders bedenken. Dat kunnen we ook in precies het midden doen. Of we doen gewoon een ladder naar boven. Ja, dat is een standaard. Hè. Ik denk, ja, ik denk als je een ladder doet en dat je het zo doet. Wacht even, ik heb een idee. Ik ga gewoon even het laten zien. Zet hem hier. Op die manier. Doen we wegverlichting? Ja. 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 Met torch of met glowstone? Glowstone. Glowstone, ja.